Nou, we zijn nu dus aangekomen bij Sete Cidades, de highlight van San Miguel. Maar ja, 4 seizoenen in een dag en we zien dus helemaal helaas niks. Veel mensen hebben wel eens van de Azoren gehoord, maar weten er eigenlijk niet zoveel over. En vooral ook niet hoe adembenemend mooi deze bestemming is. In deze video neem ik je mee naar São Miguel, het grootste en meest veelzijdige eiland van deze Portugese eilandengroep. En tevens ook de nieuwste bestemming van Sunweb. De ideale manier om São Miguel te ontdekken is natuurlijk per huurauto. De Azoren zijn een Portugese eilandengroep van 9 eilanden. Ik ga naar São Miguel en vergis je niet dat er zo'n 4,5 uur vliegen van Amsterdam naar de hoofdstad Ponta Delgada. Het eiland ligt midden in de Atlantische Oceaan, eigenlijk precies tussen Amerika en Europa in. De Azoren staan bekend om het milde klimaat. Het weer is altijd zacht en aangenaam. Regelmatig valt er dus wel een bui, daardoor is het eiland ook zo ontzettend groen. Het eerste wat mij opvalt als ik het eiland per auto verken, is de overweldigende natuur. Ik zie dennenbomen, varens, prachtige bloemen, maar ook palmbomen en andere tropische planten. Het altijd groene landschap met indrukwekkende kustlijnen zijn bijna van onaardse schoonheid. Vanwege de vele wandelroutes is São Miguel een paradijs voor rustzoekers en wandelaars van ieder niveau. Tijdens een rondrit of wandeling zie je de mooiste kliffen, bijzondere kratermeren, watervallen en diverse warmwaterbronnen. Morgen, na een goede nachtrust, zie ik dat de zon mooi doorgekomen is en heb ik een prachtig uitzicht op het haventje van Ponta Delgada. Vandaag hebben we een mooie dag op de planning staan, namelijk het bezoek aan Furnace Valley. Een stadje in het oosten van het eiland wat bekend staat om de prachtige vulkanische vallei met warmwaterbronnen. Je hebt hier dus de slapende vulkaan en dat merk je op allerlei manieren. Want achter mij heb je dus de warmwaterbronnen waar het water borrelt. Je ruikt een beetje een zwavelgeur. En daarnaast gebruiken ze dus de warmte ook om eten te bereiden in een soort van kookpotten onder de grond. En in die kookpotten wordt het traditionele cozido bereid. Dat is een gerecht van gestoofd vlees en groenten. En dat wil ik natuurlijk wel even proeven. In Furnas ligt het grote Terra Nostra Park. Een 200 jaar oud park vol met exotische bomen en planten. Hier vind je ook een natuurlijk zwembad vol mineralen, waaronder ijzer, wat het water een oranje kleur geeft. Oké, tijd voor het warme natuurlijke zwembad. Ik ben super benieuwd. 24 graden of zo? Misschien wel 28 graden? Ik heb geen idee, maar het is heel lekker. Mijn volgende bezoek is aan een plantage van een heerlijke fruitsoort, namelijk de ananas. De gids vertelt mij trouwens dat het wel 2 jaar duurt voordat een ananas helemaal volgroeid is. Ja, en van die ananas maken ze natuurlijk allemaal heerlijke producten, zoals ananasjam, maar ook ananaslikeur. En natuurlijk gewoon vers, dus ik ben benieuwd. Heel lekker. Ja, we zijn nu dus aangekomen bij Sete Cidades, de highlight van São Miguel. Maar ja, 4 seizoenen in een dag en we zien dus helemaal helaas niks. Poging 1 is mislukt, op naar poging 2. Poging 2, beetje mistig, maar nog steeds beeldschoon. Bezoek ook zeker de theefabriek Chá Goriana. Het is de oudste theeplantage van heel Europa. En hier kan je het proces zien van oogst tot aan het theezakje. Zoals je hebt kunnen zien is São Miguel de ideale bestemming voor natuurliefhebbers. Zorg wel dat je wandelschoenen en een regenjas meeneemt als je op pad gaat. Op het eiland kan je de tofste wateractiviteiten doen, zoals windsurfen, boottochten, maar ook kanoën. Last but not least breng ik een bezoekje aan Ponta Delgada, de gezellige hoofdstad van het eiland. De beste reistijd naar de Azoren is van mei tot en met oktober. Kijk zeker even op onze website naar het diverse aanbod van vakanties naar São Miguel. Ik wens je alvast een fijne vakantie toe.